Terugkoppelaar, Tieber de Water geeft hem nog wat instructies over de wind. Daar komt hij. Rutger Koppelaar op 5 meter. Oh! Hij lanceert zich over die 5 meter. Dit is een visitekaartje, Christian. Dit is letterlijk vliegen. Dus loskomen en gecatapulteerd worden in de verticale richting. Want hij sprong dit jaar op 75. Rutger Koppelaar. Ja, kijk eens aan, wat een hoogte, dames en heren. Rutger Koppelaar in één keer over de 5 meter. Dit is volle bak zijwind als je nu onder de dom vandaan komt. En nu kan die komen. Maar kijk eens naar die kleren. De broek waait hem bijna van de kont. Het is natuurlijk ook wel een tocht gehad. En hij kan erom lachen. Met ja, zo'n aanloop op een domplein, ja, die staat ongeveer een halve meter boven de normale grond. Hier komt Rutger Koppelaar. Is het zijn laatste sprong? Ja. Hij is er over. Hij is over de 45. Dames en heren, nog een keer laat u horen voor Rutger Koppelaar. Durft Koppelaar het aan. Daar komt hij. Wordt het 65? Het wordt geen 65. Het blijft 45. Maar Rutger Koppelaar is wel Nederlands kampioen. En die krijgen we ook nog even bij. Lastige omstandigheden met de wind. Maar op zich heb ik goed gesprongen met de omstandigheden en heb ik toch wel maximale eruit gehaald, denk ik. Ja, is wel heel anders op de baan. Het publiek staat lekker dicht op de aanloop, zoals je ziet. En ja, veel enthousiasme, mensen klappen mee en dat geeft toch ook wel een extra boost. Ja, kijk eens aan, wat een hoogte, dames en heren. Rutger Koppelaar.